Kijk aan, Goliath heeft meteen een nieuwe quest. Dus laten we even kijken. The cultists who infest this area believe that through rituals and sacrifice they can be reborn as one of the Nangari. The notion is ridiculous, of course. The Nangari care nothing for worship, but perhaps an alchemical process. There is a powerful Nangari necromancer who lives in the fens. Ah. Bring me the necrotic flesh of one of her minions and samples of snake poison. Deze vrouw gaat een ritueel uitvoeren. Deze vrouw gaat een ritueel uitvoeren. Daar heeft ze onze hulp voor nodig. Dat is geen probleem. Denk ik. Bring me the necrotic flesh. Klinkt onaangenaam. Hier gaat het gebeuren. Nangari spitten. Ik heb al een keer zo'n Nangari bos ergens gevonden. In een eerdere video. Not ready yet. Ik heb al alle snake venom die ik nodig heb. Waarom blijven ze dit droppen? Return to Goliath. Dit was hem al. Dan pakken we mooi ons paard. Even kijken wat hier nog in zit. Dirty gloves, iron axe. Minder goed dan wat ik heb. Damage to close and injured enemies. Dat is even goed als wat ik heb. Dat is. En die gloves plus 2. Lekker. Goliath, ik kom er weer aan. Necrotic research. Ja, het klinkt allemaal bijzonder. Alsof zij iets van plan is wat niet fris is. Niet fris. Het is geen zuivere koffie, zou mijn moeder zeggen. Give me but a moment, then I will need you again. Okay. My bags are full. Elixir cash. Give me but a moment, then I will need you again. Ah, ik zie het. What's next? The potion is ready. To be thorough, we should test it on both cultists and non-cultists. There are many bandits in this area. Find some, add it to their food, and observe the results. Repeat the experiment with the cultists south of here. Okay. Return to me with the results. We gaan mensen vergiftigen. Find the bandit camp. Bandit camp.
gebied waar we lopen is vrij groot. Zo'n camp kan natuurlijk overal zijn. Manhunters Hollow. Dit ziet er campig uit. Koekpot. Interact. Hide near the koekpot. Hier is een hiding spot. Kijken wat er gebeurt. Worden doodgepoisoned. Mijn conclusie is, ze worden doodgepoisoned. Find the cultist camp. De conclusie van mijn onderzoek 1 is, bandits worden doodgepoisoned. Wat zal er dan met cultists gebeuren? Neem aan hetzelfde. Find the cultist camp. Dat gaat hier gebeuren. Flambeurs. Een groot zwaard. Misschien is dat wel de moeite waard. Min 32. De cult is scam. Is een andere speler weer. Een necromancer. Hide near the cookpot. Kijken wat het met cultists doet. Of die ook worden doodgepoisoned. Krijgen een paarse gloed. Die anderen krijgen groene gloed. Die cultisten krijgen een paarse gloed. Dat is interessant. Wat dan toch een verschillend effect is. Goed, wat het dan concreet betekent, dat gaat Goliath ons ongetwijfeld vertellen. Oh. Wordt gehit terwijl ik op een paard zit. De ene werden doodgepoisoned met groen en die cultisten kregen paars. Wat betekent dat, mevrouw Goliath? Vertel het ons. Not unexpected, but it is disappointing. Perhaps those fanatics will yet find a way. But for now, at least, there are fewer of them causing problems. Okay. Bad blood. Ik krijg wel een herb cache van, maar verder lost dat ons niks op. Nee, ze hebben gewoon twee criminele groepen vermoord. Dat is het. Dat is het. Nou, dan travelen we maar weer terug naar Zarbinzet. En dan gaan we de volgende quest oppakken in de volgende video. Ik denk dat dat dan het vervolgplan is. Dat denk ik. Dus we pakken even deze healer. Om al onze potions te replenishen. Dan gaan we naar de armor om mijn hele inventory te verkopen. Hoe staat die buiten? Akarat's blessings on you. A fine addition to my. Geef geld. Is hier ook een schatkist in dit dorp? Jazeker, er is nog een sidequest. Coiled Grasp. Dus nog een sidequest. Dat betekent dat we dus nog niet naar de main quest gaan. Want er is nog een sidequest die we nog kunnen oppakken in de volgende video. Even mijn diamantjes allemaal weer in het kistje gooien. Gaat een dag komen dat we hier allemaal mee gaan experimenteren.
Maar die dag is niet vandaag. Ja, volgende video, volgende sidequest. Komt goed. Graag tot dan. Joejoe.